Allemaal hartelijk welkom op de Urban Crafts Award 2014. Het is al reeds de vierde uitgave van deze hoogmis voor de bricoleur 2.0, de knutselaar van de Space Age. Het oprakelen van oude dingen, dat dan reprocessen, daar iets nieuws mee maken, nieuwe technieken gebruiken, vooral ja, tof hè. Ik ben Jasper Leonard, ik ben een van de vorige crafters, een ex-crafter als het ware. En ik ben hier om eens te kijken naar wat de crafters dit jaar in huis gebracht hebben. Kan wel iets. Ja, we zijn hier op de Urban Crafts Award Show en ik zit hier op mijn stalen ros dat eigenlijk Brabants trekpaard voorstelt en ik trek de palmboom eigenlijk door de stad. En zoals je kan zien, als mensen aan het fietsen zijn, zien ze dan eigenlijk ook de beelden door de stad, zoals dat Tuinjan door de stad fietst. Wij zorgen voor insectenhapjes en wij laten zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met insecten. Met de hoop dat ze het lekker vinden, wat ze ook vinden, want de mensen zijn super positief. En ons doel is dus bereikt. Mensen eten insecten. Ik heb vandaag de eer om de Urban Craft Award 2014. Eno Swinnen heeft de derde plaats gewonnen. Woe, proficiat. Eno mag op het podium komen. Daar is het een trap. Ik ben daar zeker tevreden mee, meer moet dat niet zijn voor mij. Dat is erkenning genoeg. We waren super hard onder de indruk van de bike art van Matthias de Pauw. Ja, tweede worden is net niet eerste, maar is toch ja, fantastisch. Dan gaan we nu over tot de bekendmaking van wie dat hier gewonnen heeft. Super enthousiast, hé. Wat wil je nog meer? Ik had dat eigenlijk totaal niet verwacht dat ik ging winnen. Het is echt formidabel.